De infrastructuur van Suriname wordt efficiënt aangepakt. Volgens minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken zal er echter nog sprake zijn van lapwerk aan het wegdek. OW heeft ondertussen belangrijke verbindingswegen in kaart gebracht die gerehabiliteerd zullen worden. Dit gaf de OW-bewindsman afgelopen woensdag aan voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Plombeerwerk, IHBO, gaat door blijven gaan. Zolang we in crisis zitten, gaat door blijven gaan. Ik heb geen keus wat dat betreft. Maar komend jaar en komende maanden gaat u zien dat ik start zijn geef voor rehabilitatie van een aantal wegen. Dat is wat we noemen duurzaam. Dus daar zult u professioneel zien hoe men delen openmaken en asfalteert. Er zijn een aantal bekende wegen die we hebben gekozen, toegangswegen. Gomberstraat, Gemeenlandsweg, Saramaka, die sprong is al jaren zo. Commissaris Weitenweg gebeurt met de wegautoriteit, Kernkampweg, dus een deel naar wegautoriteit. Zijn wegen waar heel veel verkeer komt. Dat zijn dus de asfaltwegen. Dus daar gaan we wat verlichting zien. Dan hoeven we daar geen EHBO-werk meer te doen, plombeerwerk. Er wordt ook gekeken naar de ontwatering in verschillende gebieden. Het ministerie van Openbare Werken moet bezuinigen, zei Noor Mohamed. Maar er wordt wel gewerkt aan duurzame oplossingen. Buurten en plekken die eerder niet zijn aangepakt, zullen nu wel aandacht krijgen, aldus de OW-minister. Hetzelfde geldt voor ontwatering. We hebben extra gekeken waar we kunnen bezuinigen, ten koste van ons misschien. Daar zult u meer werkzaamheden zien wat ontwateringszaken betreft. Er was inderdaad een stagnatie van een jaar. Maar laat even waarom. Dus we pakken die werkzaamheden weer op. Dus dan komt er een stuk verlichting. Maar wat ik je gelijk wil zeggen is, en natuurlijk hebben we de grote projecten als Oost-West-Verbinding, dat gaat zo blijven. Daar gaat geen extra werk bij komen. Dus ontwatering en wegen gaat er een stuk verlichting komen. Maar het wegennetwerk is veel groter dan wat ik nu noem. Neem bijvoorbeeld Wanica, waar je kilometers hebt aan zandwegen. Op dit moment heb ik daar geen antwoord op. Wat we wel in ruil daarvoor doen, is dat wij tegen de tweede helft van het jaar wel veel meer onderhoud zelf gaan kunnen doen. Omdat wij binnenkort nog meer machines kopen. En volgend jaar weer. Dus het gaat optimaler gebeuren. Buurten die nooit aan de beurt kwamen, gaan we wel aan de beurt kunnen.